Willem, hoe kan het dat jullie deze wedstrijd niet hebben gewonnen? Ja. Ja, je moet ze toch zelf erin schieten. Hè? Dus ja, ik denk dat we inderdaad genoeg kansen hebben gehad. Meer gevaar heb ik gesticht dan hun, denk ik. Dus ja, het is zonde dat je dat eigenlijk maar met één goal beloont. En dat je ja, toch weer uit de spelervatting wordt geklopt eigenlijk. Goed resultaat in Utrecht? Ja, ik denk dat we wel een redelijk goede uitgangspositie hebben naar dinsdag, zeker. Ja, Utrecht was beter vandaag, ben je dat met me eens? Ja, daar ben ik wel met je eens. Ik denk dat Utrecht wel wat meer controle had dan dat wij hadden misschien. Alleen, ja, wij moesten gewoon een goede uitgangspositie hebben voor dinsdag. En ik denk dat we die hebben. Dus ja, we hebben niet gewonnen vandaag. Maar het voelt wel als een goed resultaat. Ja, ja, het zit hem natuurlijk in details. En die eerste kans, denk ik, van Sander ook, weet je wel. In de tweede helft, fantastische aanval, denk ik. En ja, raakt hem niet helemaal goed volgens mij. Maar ja, voor hetzelfde geld valt hij al bij de tweede paal binnen. En nu net naast de paal. En nou, zo waren er nog wel wat situaties. Na het eind nog de twee kopballen van mij. Soms gaan ze ook net in die hoek, weet je. En soms door het midden. En, inderdaad, we hebben onszelf vandaag helaas niet genoeg beloond. Ja, jullie komen achter met 1-0. Dat lijkt iets aan vooraf te gaan, overtreding. Ja, nou ja, ik... Bühner werd in zijn rug geduwd, die valt. Ik zie de scheidsrechter zijn fluit naar de mond doen. En ik denk die gaat fluiten. Maar hij haalde hem er weer uit. En hij laat doorvoetballen en het is 1-0. Dus dat vond ik vreemd. Ja, ik merkte wel wat irritatie tussen jou en Manschot. Irritatie tussen mij en Manschot. Om het kleinste dingetje begonnen ze te zeuren bij hem. En dan kwam hij ook weer naar mij toe. Ja, weet je, dan daar heb ik geen boodschap aan.